Vandaag gaan we naar het everzwijn op zoek gaan. Everzwijnen zijn enorm cool. Everzwijnen zijn groot, woest, ruw en toch lopen die in ons versnipperd Vlaanderen rond. Hoe weet je eigenlijk dat hier everzwijnen zitten of waarom kunnen ze hier nu net voorkomen? Zoals ieder dier heeft een everzwijn beschutting nodig en voedsel. En beschutting voor een everzwijn, dat is bijvoorbeeld een bos, zoals hier, waar veel ondergroei is. Als je hier die groepen bramen ziet, als die wat hoger zijn, dan is dat een ideale schuilplaats voor everzwijn. Als je dan weet, een loofbos zoals dit, met eiken, daar heb je in de herfst veel eikels. Dat is iets wat tot het hoofdvoedsel van everzwijnen behoort. En als je dan ook nog een beetje een afwisselend landschap hebt, dat er buiten het bos bijvoorbeeld weilanden zijn, waar veel regenwormen in zitten, dan is dat ook een extra voedselbron. Nee, dat is ook. Het zijn alleseters, hè. Everzwijnen zijn alleseters. Dus ze eten regenwormen, maar ze eten evengoed de wortels van het gras. Aha. Dus, dat is een beetje gelijk ons eigenlijk. Zo wat, we wel, van alles eten. Niet dat wij graswortels eten, maar... Meestal doen wij dat iets beschaafder. Dan, wij gebruiken al mes en vork. Amai, wat bult er hier, jong. Ziet hier, wat een kuil. Dat is een everzwijnspoor. Dat is van een everzwijn? Dat is van een everzwijn, ja. Hoe kun je nu zien dat dat van een everzwijn is? Dat is dus heel typisch. Hè? Dus in het midden is een kale plek met dan het gras dat eigenlijk echt omgedraaid is. Hier heeft het zitten zoeken naar regenwormen, graswortels. Als je goed kijkt, ga je toch hier nog de voetafdrukken zien, in die richting volgens mij. Ah ja, ja, maar je ziet dat wel eigenlijk. Zo twee tenen precies, ja, hier lopen. Precies twee tenen, ja. Maar de rest is eigenlijk weggeregend. En hier onderin lijkt zo'n half ronde boog te zijn. Van de snuit. En ja, dat, ja, ja. Dat is waar de snuit eigenlijk tegen de kant heeft gestoten. Ja. Zie je, hier staan we eigenlijk op een hele interessante plek. Hier is het echt wel duidelijk een everzwijnenwissel. Ah ja, oké. Je ziet verschillende plekken waar ze naar boven en naar beneden lopen. Ja. En wat hier nog speciaal is, het is niet alleen een wissel, maar hier komen ze zich wassen, komen ze zich rollen in de modder, in de oever. Die oever is helemaal glad gemaakt door de everzwijnen die zich daarin zitten te draaien. Omdat ze op die manier teken en andere ongedierte kwijtraken. En dan moeten ze in die buurt ook een plek hebben waar dat ze eigenlijk die modder die ze dan wel laten opdrogen, dat ze die kunnen afschuren. Kijk, en dan zie ik hier al een boompje. Dat helemaal met modder ingevreven is. Ja, ja. Waar ze zich dus echt de echt modder van hun lijf zitten schuren. En waarschijnlijk ook de zijkanten van de kop. Want wat zie je hier? Afdrukken op dat boompje van eigenlijk de slagtanden van een everzwijn. Ja. Dus hier heeft een volwassen everzwijn met slagtanden heeft eigenlijk hier zijn hoofd zitten afschuren. Dus echt midden in de badkamer van de everzwijnen. Dus ideale daar... plek. Water, goed volgesmeerd. Ja. Dan komen ze naar hier, je ziet ze de wissel mooi lopen en dan hebben ze hier hun badkamer, zeg maar. Hè. Leuk, hè? Voilà. Ik voel me nu wel als zo'n indringer. Alsof er iemand bij mij thuis zou binnen in mijn badkamer komen. Zo. Dat is intiem, hè? Wat zien we hier? Dat is een grote bramenkoepel, 10 meter breed, 30 meter lang, ondoordringbaar voor mensen. Dat is de ideale slaapplek. Oké, dus je kan daarin zitten. En dat ze hier zitten, dat ze daar gebruik van maken, dat zien we aan de opening die ze hier gemaakt hebben. Dat is echt zo'n bijna een ronde opening. Ja, ja, maar dat... Waar dat je... Kunt u zo voorstellen dat hier zelfs een everzwijn uitkomt gelopen. Heb jij op deze plek ook al... Exact op deze plek wel niet, maar ik heb wel hier in het Münsterbos al everzwijnen gezien. En was dat overdag of was dat... Ja, dat was overdag, want s'nachts kun je ze praktisch alleen maar horen. En ten andere, s'nachts is het bos gesloten en kan je hier eigenlijk niet komen. Maar ik heb er al overdag gezien, ja. Maar dat zijn dan meestal toevalswaarnemingen. Hè. De beste waarnemingen gebeuren eigenlijk vaak als je er niet naar aan het zoeken bent, maar gewoon dat je juist toevallig op het goede moment op de juiste plek bent. Dus veel in de natuur aanwezig zijn, dan ga je veel mooie waarnemingen hebben. Ja. Dat is wel een goede tip eigenlijk. Hè. Ik hoop dat jullie ook wel ermee aan de slag kunnen om eigenlijk de sporen van de everzwijnen te zien. En ja, gewoon heel veel succes met de zoektocht. Of met het geluk te hebben om eens een echt everzwijn te zien. Hè. Laat het vooral weten in de comments. En dan gaan wij
Zulke terug. Wij gaan rustig terug op weg naar huis. En dan moet ik nog maar eens terugkomen. Hè? Zeker weten. Je weet niet waar je moet zijn. Hè? Ja, voilà.